Ik ben CSC-verspaner. Ik ben als saaienstromer aan de slag gaan bij Van Halteren. Wil je zien wat ik doe? Nou ja, als verspaner dan schrijf ik computerprogramma's voor metaalbewerkingsmachines. En nou ja, soms programmeren we ook een robot, we bedenken de opspanning. Nou ja, daarnaast kiezen we natuurlijk ook het gereedschap uit. Als het product klaar is, dan pak ik de werktekening er weer bij. Nou ja, en dan meet ik alle maten die daarop staan, omdat wij als collega's zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons product. We nemen naast trainees nemen we ook saaienstromers aan. We hebben een werkplaats en theorielokaal ingericht om het verspanen aan te leren. Met ons interne opleidingsprogramma Ozone leren we het vak verspanen stap voor stap aan, ieder op zijn eigen tempo. In grove lijnen ziet het programma er zo uit. De basisvaardig metaal leren we je tekening lezen, aftekenen, boren en feilen tot een leuk werkstuk. Daarna leren we je conventioneel verspanen op een draai- of freesbank, waarna je dan vervolgens op een CNC-machine gaat leren werken. Heb je dat afgerond, dan ga je stage lopen in de CNC-afdeling onder begeleiding van een praktijkbegeleider die de fijne kneepjes van het vak leert. Ja, toen ik bij Van Halteren kwam werken, heb ik mijn opleiding verspaningstechnoloog afgerond. Ja, ik had hier een praktijkbegeleider en alles wat ik leerde kon ik direct toepassen op de praktijk. Want verspanen is echt een specialisme en je kan elke dag nog nieuwe dingen bijleren. We hanteren een flexibele instroom bij Van Halteren en bent dus altijd welkom. We nodigen je dan ook graag uit op een inhoudsdag. We laten je dan het bedrijf zien in onze lesprogramma's en we geven je een eerlijk advies. Als je dit nog eens terug wil zien, dan kun je kijken op www.werkenbijvanhalteren.com.